Zojuist hebben Hugo de Jonge en Mark Rutte bij hun persconferentie weer nieuwe maatregelen afgekondigd. Terwijl het hele verhaal over corona allang in duigen is gevallen. De gevaarlijkheid ervan is teruggebracht in de cijfers tot een zware griep. De vaccins werken niet of nauwelijks, hebben heel veel vreselijke bijwerkingen. De maatregelen hebben helemaal geen effect op besmetting, de mondkapjes enzovoorts. En toch worden al die maatregelen weer aangescherpt. 1,5 meter, mondkapjes verplicht. Er wordt een wetwijziging nu in maak om werkgevers te kunnen verplichten om ook vaccins bij werknemers op te leggen. Dus vreselijk allemaal wat er aan het gebeuren is. De weerstand in het land neemt ook alsmaar toe. Mensen gaan het gewoon zien. Mensen zien dat ze bij de neus zijn genomen, dat ze bedonderd zijn. Het is niet zo dat we hier uitkomen met vaccins. Het is niet zo dat we hier uitkomen als we ons aan de maatregelen houden. We komen hier nooit meer uit. Dit is een eeuwigdurende klem waar we in zitten, richting een totalitaire controlestaat waar we al onze vrijheden kwijtraken. Het heeft helemaal niets meer te maken met volksgezondheid. Het heeft helemaal niets meer te maken met een tijdelijke strijd tegen een heel gevaarlijk virus. En het is dus vreselijk. Tegelijkertijd zie ik dat er heel veel mensen wakker aan het worden zijn. De afgelopen uur hebben we 230 nieuwe leden of iets dergelijks hier mogen ontvangen hier bij Forum voor Democratie. Dat is heel mooi. Mensen sluiten zich aan. Mensen gaan de strijd aan tegen dit dictatoriale regime dat vanuit een internationale conctie om de vrijheden in de hele wereld van ons af te pakken, dit nu in Nederland doorvoert. Andere landen zijn al wat verder. Ze volgen gewoon hetzelfde script. Je kunt precies voorspellen wat er allemaal gaat gebeuren. De winter komt eraan. Dus natuurlijk hebben mensen meer verkoudheid, meer ziekte. Ondertussen weigeren ze op te schalen in de zorg. Ook zoiets belachelijks. Je mag ook niet met een bloedtest aantonen dat je corona hebt gehad en dat je dus allang immuun bent. Nee, iedereen moet die gifprik. Het is echt vreselijk, maar het is fantastisch om te zien dat mensen ook nu toch in deze hele moeilijke tijden steun vinden bij elkaar, samenkomen, samen ten strijde trekken, hun vrijheden beschermen en lid worden van Forum voor Democratie. Ik zou zeggen, doe dat allemaal, sluit je aan en ga op 7 november, zondag 7 november, samen met ons allemaal naar het Malieveld om te demonstreren voor je vrijheid.